Hoi, ik heb vandaag een unboxing van een beautybox, maar dan anders. Van een ander merk eigenlijk. Ik heb namelijk hier een hele grote, hele zware Bluxbox. Luxury boxes. En ik kreeg een mailtje van hun vorige week van Elisa. Er komt een limited edition box uit. Niet de standaard januari box, want Bluxbox is een beetje hetzelfde als beautybox, glossybox, prettybox. Dat het gewoon een abonnement is per maand. Dan krijg je gewoon de standaard box. Alleen zij komen dus nu uit met een gespecialiseerde limited edition. Die is duurder, maar heeft ook een veel grotere waarde. Ik zal zo heel even de specifieke opnoemen. En zij vroegen, zou jij het leuk vinden om deze te reviewen of deze te laten zien aan je kijkers? En toen dacht ik, ja. Want ik heb al best wel wat gehoord over Bluxbox. Ik ben natuurlijk een trouwe beautybox unboxer. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind om een keer naar iets anders te kijken. En ik vond namelijk de waarde heel erg aansprekend. Want dat ga ik nu even opzoeken. Deze box is dus een limited edition, niet de standaard januari box voor de Blux abonnees. Kan je kopen voor €59,95. Heeft een waarde van €285. Toen dacht ik, daar heb je me. Want het is niet het dubbele, het is niet nog een keer het dubbele, maar het is zo'n significant verschil zit ertussen. Ik vind het top. En ik zit nog heel even te kijken. Als je voor 31 januari bestelt, dan wordt hij na 1 februari geleverd. Op het moment dat je gewoon een abonnement hebt lopen, krijg je gewoon de januari box ook natuurlijk thuis gestuurd. Maar ik ga hem uitpakken. Hij is echt rete zwaar. Ik ben ontzettend benieuwd. Oké, ik haal de deksel ervan af. Ik vind trouwens een hele mooie, hele stevige doos. Top. Blux. Volgens mij is dat Leco. Ik heb geen idee. Wow, oké, dit zijn alle producten, allemachtig. Dit gaat een lange video worden, we gaan er snel doorheen. Ik ben ontzettend benieuwd wat erin zit. En weet je waar ik op hoop? Diversiteit, mooie merken, dure merken. Zolang er maar wel leuke producten zijn, dan moeten we altijd in verhouding van elkaar staan. En wel gewoon leuke producten, jongens. Gewoon niet action prul, niet oud spul, maar gewoon, ik wil ervan genieten. Dat moet ook wel, toch? Even kijken hoor. Allemaal spulletjes. Ik pak gewoon een random. Ik begin gewoon ergens. Lange. Ik kan geen Frans. Paris. Mask, crème. Hebben we ook Engels of Nederlands, jongens? Active Hydra Global. Nou ja, dat gaat er. Oh, Hydra Global Active Cream Mask. Met Mango Butter, Nedermilk, Organic Horse, Chestnut. Ik heb nog nooit van dit merk gehoord. Het is in ieder geval een crème, een masker. Ik ga eens heel eventjes kijken of ik het heel erg snel kan vinden. Dit product, full size, is de verkoopprijs €98. Freaking hell, jongens. Dat is 1/3 van die 285. Allemachtig. Het is inderdaad een masker en je verwijdert het na 10 à 15 minuten. Ik ga hem heel even openmaken en ruiken. Het ruikt heel lekker. Ik pak heel even wat op mijn hand. Ja, het ziet er mooi uit. Takken. Dan heb je even een duur crampie. Jeumpies. Zo, dat ruikt heel lekker. Oké. Ik laat het even gewoon op mijn hand zitten. Kijken we zo wat we ervan vinden. Nou, dat begint goed in ieder geval. Ik ga door naar het volgende product. Naubee Natural and Organic Spa Massaging Oil. Nou ja, dat is altijd lekker. Even kijken hoe duur die is. Full size €24,95. Olie is geurvrij en alle ingrediënten hebben natuurlijke oorsprong. Je moet natuurlijk overal even aan ruiken. Zo ziet hij eruit. Even een klein beetje proberen. Oh, het is echt heel. Het is inderdaad geurvrij. Oh, ze bedoelen ook echt geurvrij als in geurvrij. Nou ja, het ruikt helemaal nergens naar. Nou ja, dat is op zich. Ik hou wel van een lekker geurtje. Aan de andere kant is het wel zo. Dan moet je ook maar net de geur van de geur houden die erin zit. Ja, dit is gewoon heerlijk neutraal. Is wel lekker voor gezichtsmassages misschien ook wel. Oh, wat grappig. Prima. Leuk. Oké, ik heb nou al vette klauwen. Gaan we door naar het volgende product. Unani Absolute Care Gel Cleanser. En deze Unani Absolute Gel Cleanser is 30 ml, €11,95. En dit is 30 ml. Nou, een gel cleanser is op zich altijd wel prima. Ik hou zelf niet helemaal van gel cleansers. Maar dit is een natuurlijk merk met natuurlijke ingrediënten. Nou ja, dat is altijd prima. Oh, ruikt lekker. Ruikt fris, ruikt prima. Helemaal niet verkeerd. Handig misschien wel voor op reis ook wel. Zo'n formaat. Gaan we door, jongens. Wat zit er veel in, zeg. Even kijken hoor. Ja, je moet natuurlijk best wel wat producten hebben, wil je aan zo'n waarde komen. Bubble Tea. Bath & Body Moroccan Mint Tea Reviving Hand Cream. Antioxidant technologie. Nou, wat een mondvol.
100 ml, 7,49. Ik moet af en toe even knippen in de video, jongens. Want ik kan niet zo snel de producten zien. Hij ruikt inderdaad naar wat scherper, wat frisser. Een beetje eucalyptusachtig munt, inderdaad. Ja, zelf niet mijn ding. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Boris het heel erg lekker vindt. Wel heel erg verfrissend. Ik ken het merk niet. Ziet er wel gewoon leuk uit. 7,50 dus. Ik zal zo even laten zien hoe ver we zijn nu met de box. Dit is de Quashy Silky Body Milk. Soft Touch Effect. Ik heb even wat al op mijn arm gedaan. En het is aloe vera, nourishing oils, sweet almond en wheat germ oil. Ruikt natuurlijk, maar niet op een vieze manier. Ik hou namelijk helemaal niet van natuurlijke geurtjes. Dat vind ik altijd zo... Maar ik vind deze Firming Body Milk ruikt in ieder geval lekker. 50 ml 10,30. En dit is inderdaad 50 ml, dacht ik. Ja, dus 10,30 euro. Nou, we zijn soort van halverwege. Takken zeg. Even kijken hoor. Balmain Paris. Ik heb daar laatst in de opgemaakte video over gehad. Daar had ik een shampoo en conditioner van. Ik ben geen fan van Balmain. Dat komt omdat ik er niet zoveel mee heb. Maar ach, Argan Moisturizing Elixir. Ik heb geen idee wat dit dan is. Balmain. 20 ml is 5,95 en dat is dit. Herstel beschadigd haar. Kijk, dat is wel heel erg relaxed. Ik vind vaak, omdat er dan vaak wat arganolie in zit. Ook nog best wel hoog trouwens op de ingrediëntenlijst, netjes. Maakt vaak mijn haar wat vet. Maar ik kan me voorstellen, als je echt droog haar hebt, of misschien zelfs wel kroeshaar, of nou ja, je sowieso er baat bij hebt, dan is dit wel handig. Balmain is ook gespecialiseerd wel in extensions. Dan hebben we Natural Glow BB Cream Blemish Balm. Oh, dat doet me denken aan een Urban Decay Blemish Balm. Waar ik absoluut niet tevreden over was. Verschrikkelijk rot product dat je ongelooflijk oranje maakte. Full size 29,95. Multifunctioneel, mild en niet glimmende BB cream voor een natuurlijke egale tint. Nou, we'll see about that. Meestal meng je dit met je eigen product, met een dagcreme, met je BB cream. Kijk maar, het is ongelooflijk oranje. Maar dat op zich moet je daar niet van schrikken in het begin hoor. Het is vaak, als je het dan uitwerkt, heel geleidelijk. Vaak moet je het gewoon doen met je eigen, echt heel klein beetje dan in je crème. Vaak krijg je er dan een gezonde snoet van. Maar ja, weet je wat het is? Mijn snoet is nogal bleek. Vooral nu. Dus als ik iets meer in de zon heb gezeten, dan komt het dan meestal wel weer goed. Want weet je wat er nu gebeurt? Ik hoop dat je dat kan zien, is dat je lijnen krijgt. En dat is bijna niet weg te werken op het moment dat je een hele lichte huid hebt zoals ik. Dus vaak werkt dit gewoon totaal niet voor personen zoals ik. En dat is heel jammer, want het idee is leuk. Maar de uitwerking is gewoon echt, echt bagger. Ja, ik hoop echt dat je dit kan zien. Want het ziet er zo raar uit. Echt zo'n lijn loopt er dan. Ja, leuk geprobeerd. Dan, Paula's Choice kennen we volgens mij allemaal wel. Ik vind Paula's Choice een fijn merk. Ik vind alleen vaak de geur niet zo lekker. Iets te natuurlijk voor mijn smaak. Even kijken, maar jullie weten dat onderhand dat ik een beetje een zeikerd ben als het gaat om geurtjes. Even kijken, Paula's Choice. Skin Perfecting BHA Liquid. Even kijken hoor. All Skin Types. Salicylzuur Exfoliant. Oké. Okay. En dit is 30 ml en heeft een verkoopprijs van 9 euro. Op deze manier worden hardnekkige meeeters en onzuiverheden flink aangepakt. Nou, dat wil ik nog best wel testen. Want ik heb geen last van echte onzuiverheden. Geen last van pukkels en puisten. Maar ik heb dus wel last van wat grovere poriën met daarin meeeters. En dat is echt een doorn in het oog. Dus ik kan het wel eens even gaan testen. En nou vind ik een make-up product. Een lipgloss. Unity Cosmetics. En dit ken ik niet. Unity. Ik weet niet. Ik ken eigenlijk tot nu toe bijna alle merken niet. Mineral lipgloss. Full size 12 euro. Toegevoegde mica geeft zijdeglans. Zijdezacht gevoel. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik zal eens eventjes een swatch maken. Oh, dat is een heel natuurlijk product. Of een heel een natuurlijk glansje. Niet heel bijzonder, maar wel gewoon mooi. Leuk dat er dus ook een make-up product in zit. Tot nu toe heel veel verzorging. En dat maakt denk ik ook de waarde van de doos zo prijzig. Want volgens mij zijn het allemaal wel best behoorlijk goede merken met goede ingrediënten. Maar ja, ik ben een beautyblogger. Ik hou wel van huidverzorging, maar ik ben natuurlijk ook een sucker voor make-up. Volgende product. Organics Argan Oil of Morocco Shampoo en Conditioner. En dit zijn, heb ik het idee, gewoon testers.
Oh, wacht. Ik zie hier. Hier heb je het product zelf al. De shampoo. En die staat er wel bij. 88,7 milliliter. Vreemd. €2,99. En dan krijg je dit erbij om te proberen. Dus inderdaad een tester. Maar dat is extra, want dat hoort hierbij. Kijk, dat is precies wat de bedoeling is. Gewoon extra. Niet als een product in de box, maar extra. Dan hebben we weer een make-up product. Een poedertje. Een mineral powder. Cheeky blusher. Volgens mij heeft iedereen dezelfde kleur gehad, denk ik. Ik denk dat ik hem zo... Ja. Oh, dit vind ik echt een hele mooie kleur trouwens. Het lijkt mij een hele mooie kleur. Kijk, en dan heb je gewoon het dingetje en haal je hem ervan af. En dan kan je zo poeder eruit tikken. Ik vind dat zelf altijd wel een beetje een knoeigedoe, moet ik in alle eerlijkheid bekennen. Ik heb er zelf altijd een beetje een hekel aan. Maar dat ligt meer aan de verpakking. Nooit echt aan het product wat erin zit. Want dat kan heel succesvol zijn. Even kijken hoor. Full size is €11,50. Een prachtige gedempte roze kleur. Ik denk dat deze kleur echt bij heel veel mensen mooi gaat staan. Echt bij heel veel huidkleurtjes en qua smaak van mensen. Nou, ik denk echt dat dit een topproduct is. Zo, dit wordt echt een bizar lange video. Ik zal ze even een beetje op gaan schieten. Maar ja, alle producten moeten natuurlijk ook wel een beetje een plekje krijgen. Drie producten van hetzelfde merk. Sensation Conditioner. Sensation Glans Shampoo en Conditioning Shampoo. Nou, dat stopt. Dat zijn echt drie producten die je bij elkaar kan gebruiken. En dan ook nog een 2-in-1 van het merk Rizzo. Pak er even eentje om te ruiken. Kappersmerk. Ruik naar een wat natuurlijker kappersproduct. Niks mis mee. Even kijken. De conditioning is €12,95. Sensation Conditioner is €8,95. Oh, dan hebben we nog de Styling Mousse, €9,95. Glans Shampoo, €8,95. Allemaal net iets onder het tientje. Oh, kijk, hier hebben we nog de Sensation Styling Mousse. Dus echt een hele complete lijn die je uit kan proberen. Dat vind ik echt heel tof. En dan gaan we verder met de laatste twee producten. En dan heb ik volgens mij alleen nog heel even iets van Ariane Inn wat ik moet laten zien. Dit is de Nails Ink. Dat kennen we onderhand wel. Heeft in de Glossy Box, Pretty Box, Beauty Box. Heeft overal volgens mij wel ingezeten. Nails Ink is volgens mij best wel prijzig. Is volgens mij €15. Ik vind dat het geld nooit helemaal waard. In die zin, het is een prima 8 ml, €16,50 zelfs. Prima nagellakmerk. Maar ik vind het ongelooflijk overdreven dat het zo duur is. Maar dat komt meer omdat als ik zoveel geld uitgeef, dan moet je OPI of Essie heten. En dan alsnog is het niet zo prijzig. Dus wel een mooie grijze kleur trouwens. Of ik heb grijs althans. Ik ben benieuwd wat jullie hebben. Er zal vaak niet zo heel veel verschillende kleuren in zitten. En dan hebben we de Golden Care Nourishing Serum met vitamine C en E voor all skin types. En dit product is €29,95. En bevat belangrijke organische stoffen. De huid wordt door de unieke formule gehydrateerd, verstevigd, gevoed, blablabla. Huidelasticiteit en beschermt tegen huidveroudering. Dit is hoe het eruit ziet. Een beetje klassiek. Een beetje ouderwets. Maar we gaan het even ruiken. Het ruikt fantastisch. Het ruikt een beetje naar haarlak, maar ik ben dol op haarlak. Het ruikt luxe. Vrij subtiel. Ruikt luxe, warm, lekker. Ja hoor, is goed te doen. Oké, dan hebben we dus als allerlaatste nog wel echt iets heel vets, vind ik. Ik ken Ariane Inn omdat ik daar zelf een keer make-up cursus bij heb gedaan. Krijg je een VIP Beauty Experience cadeau ter waarde van €100. Kom je alles te weten over huidverzorging, je huidtype, nieuwtjes, je kleuren. Ik heb dit een keer laten doen, niet de 120 minuten sessie, maar de 45 of de 60 minuten sessie. Ik vond het echt ontzettend leuk. We hadden een Ariane Inn in Zwolle. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Volgens mij is die gesloten. Maar we hebben hem... Oh, hier staat het achterop. Nou, volgens mij zit er bij iedereen wel een plekje een beetje in de buurt. En anders dan maak je er een leuk dagje uit van. Vind ik erg netjes. Want dit is trouwens ook nog eens extra. Dus laat maar zeggen als een sample extra. En dit is wel een cadeau ter waarde van €100. Jongens, ik ben enthousiast. Waarom? Weet je, een tijdje geleden had ik met een webshop samengewerkt en die vroeg ook of ik zo'n special edition box wilde doen. Nou, dat bleek natuurlijk gewoon gigantisch bagger te zijn. Ontzettend jammer. Maar dit is kwaliteit. Dit zijn goede merken. Het zijn mooie producten. Het zijn goede ingrediënten. Er zit geen prularia bij. Geen goedkope shit uit het jaar nul. Vind het leuk. Had iets meer make-up gewild, maar het risico van make-up is dat het dan vaak wel...
bij smaak moet passen en horen. Kijk, de lipgloss en de blush die we hebben gekregen, zijn wel producten die relatief neutraal zijn. En dat is dan wel gewoon een voordeel, want de kans dat het iemand past is heel erg groot. Dus dan klagen mensen natuurlijk ook minder. Het is alleen maar heel verstandig gedaan. Uiteindelijk een lipgloss, een blush en een nagellak. Dus eigenlijk mag ik niet eens heel erg zeuren. Misschien had ik dan nog een oogschaduw erbij gewild, maar ach, nou, drie producten. Ik heb het hier naast me staan, dus vandaar dat ik zo kijk. Ik vind het... Hij zit mega vol. Als je houdt van allerlei diverse huidverzorging en allerlei verschillende prijsklassen, want je krijgt echt superveel. En het is denk ik wel heel tof om te proberen. Dus €60, waarde van 300. En je krijgt er een cadeau bij, nog extra ter waarde van €100. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar ik vind het... Ik vind het erg leuk. Dus Blux, bedankt voor het aan mij sturen. Je kan hem dus gewoon nog bestellen. Doe je ding. En je kan even naar de Blux-site gaan om te kijken naar alle verdere specifieke. Of als je wellicht een abonnement wil. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga nu mijn handen wassen, want ik zit helemaal onder de vetjes en de dingetjes. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik zie je heel snel weer bij de volgende video.